Hi vrienden, vandaag hebben wij een roodbaarsfilet. Die gaan we op de barbecue doen. En die gaan we lekker vullen en die gaan in de zoutkorst. We gaan beginnen. Wat we doen is, we snijden wat venkel. Om even over te plakken. Zo. Een paar stukken. Doe het ertussen. Zo, we hebben een platte peterselie. Die gooien we ertussen. Zo. Een beetje dille doen we ertussen. Een groentje. Pak biologisch, is niet gespoten. Kun je ook gewoon gebruiken, maar we doen het schillen al erin. Dus pak daarvoor een biologische citroen. Weet je zeker dat hij vrij is van dingen die er nu op horen. Gewoon ertussen. Zo. Klein beetje sinaasappel. Alleen de schil. Zo, voor zover eerst. En dan gaan we de zoutkorst maken. Zo, we gaan bezig met de zoutkorst. Ik heb middelgrof zout. Ik pak ongeveer 2-3 keer zoveel als wat de vis weegt. Dus de vis weegt 1,8. Pak ik ik pak een kilootje of 3,5-4 zout. Dan gaat het doorheen. 3 eitjes, het eiwit van het ei. En een klein beetje water. En dan gaan we het modderig maken. En dan volgens pakken we straks op deze gierijzeren plank eerst een laagje erop, dan de vis erop en dan zout er bovenop en dan op de barbecue. Eerst de eitjes weer scheiden. Zo, doe het even apart, want als het misgaat, heb je het eigeel in zout zitten. Kun je opnieuw beginnen, dus even eiwit apart. Even door nu. Beetje doormengen. Beetje water erop. Kan ook met bier. Sommige mensen doen het ook met bier. Ik doe het gewoon met water. Laat me ongeveer een centimeter. De vis erop, past er maar net, hè. De staart mag er buiten blijven. Zo.
Zo. Hij kan erop. Zo, barbecue 180. Kijk, daar gaat hij. 40 minuutjes denk ik. Zo. Ik denk dat hij klaar is. We gaan eraf pakken. Even kijken of we het makkelijkste kan doen. Zo. Echt steen, hè? Kijk, daar komt hij. En van het zout wat er nu op zit, proef je straks helemaal niks van terug. Zeggen? Het is magnifiek. Magnifiek. Super sappig. Zie je? Super sappig. Perfect. Jongens, ik ga aan tafel.